bijzondere concert bent. We vinden het echt helemaal geweldig. Want nou, voor wie ons nog niet kent, even een korte introductie. We zijn dus een museum en een bibliotheek. En de bibliotheek heeft een collectie van 25.000 boeken over oude wijsheidstradities. Dat zijn eigenlijk boeken geschreven door originele geesten, vrije denkers, die bezig waren met vragen als waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe, hoe is alles ontstaan. Een van die schrijvers die wij in de bibliotheek hebben is Robert Fludd, een Engelse filosoof die heel veel heeft geschreven over, hoe is alles ontstaan, de wereld, de mens, hij was een arts, hij schreef over het menselijk lichaam, over geneeskunde, hij schreef veel over muziek, maar hij was ook componist. En dat was voor ons echt een ontdekking en op een gegeven moment heeft Lauren Goodwin benaderde ons. Ze zei, ik heb zijn muziek, die kunnen we spelen en dat wil ik graag voor jullie uitvoeren. Nou, dat gaan we vandaag horen, dus nu gaan we de muziek horen van Robert Fludd. Het concert zal ongeveer een half uur duren en daarna gaan we naar de oude boekkamer en dan gaan we kijken naar het werk van Robert Fludd. En nu wil ik graag even een warm applaus voor Lauren Goodwin, Oliver Weston en Marjan Lames. Are there programs? Yes. Maybe I can announce, since nobody's holding a program, I'll announce what we're going to do. We're going to play two suites of pieces by Robert Fludd. There are 10 pieces that appear in the single manuscript that holds his music, and we've put them in the sort of traditional order of suites that these sorts of pieces would be played in. So we played one, and then we played a second one. Now you have a paper in front of you. So some of them have strange and interesting names.